Kijk. Wauw. Ik maak heerlijke wraps. Ik zal het even laten zien aan jullie. We hebben boontjes, we hebben mais, rode ui. Heb je er zin in? Zeker. Het is een scheetzak geworden. Oh, je hebt je ding helemaal niet compleet. Zo, en toen was het de dag erna. En het brengt echt allerlei gevoelens en onzekerheden en verdriet met zich mee, zo'n periode. Dus toen heb ik de stap genomen om naar een psycholoog te gaan. Je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Welkom! Yay, we zijn er weer! En die is er ook! Ja, yay! En de zon schijnt! En we zijn onderweg naar Patricia, want we gaan een hele toffe fotoshoot doen voor iets heel leuks. Ik ga jullie daar binnenkort meer over vertellen, maar ik hou het nu nog heel even geheim. Totdat we zeg maar dichter bij de datum komen. In ieder geval, wij hebben best wel wat onstuimige dagen achter de rug. De meisjes zijn echt super ziek geweest. Vind je iedereen? Nee, niet. Dus ik ben blij, het gaat nu weer wat beter met ze. Daar ben ik echt heel blij om. Ze kan weer een beetje gerust ademhalen. En vandaag zijn we lekker aan het werk. Vanochtend op kantoor geweest en nu dus richting Breda. Doe dat jij het even uit. Maar ik wil wel even vloggen van achter hoor, dat is geen probleem. Ja, in Breda vloggen was knap. We hebben nu nog ontbijt te lichten. Dan ben ik net even goede tijd. Nee, laat maar zeggen. Iets naar links. Iets naar links, nog een stukje naar links. Ja. En deze te veel? Ja. Ja, want de ananas wil ook meedoen. Je moet nooit echt drinken, toch? Wel? Kijk. Op links. De man van het licht. Je moet wel stilstellen, hè? Ja, ik doe mijn best. Multitasking noemen we dit, toch? Gewoon twee dingen tegelijk. Ja. Oh nee, drie. Instructies geven, jou filmen en het licht. Kom, serieus. Ja, ja, ja. Zo, wij zitten weer in de auto naar huis. Ik ben echt super verkouden aan het worden. Echt zo vervelend. Het kan ook niet anders, want ik heb echt de laatste dagen alleen maar snot overal gehad van de meisjes. Dus het had ook niet anders gekund. Maar ik voel het helemaal zo hier en in mijn keel. Maar oké. Ja, zielig hè. Helemaal vervelend. Mijn ouders die passen altijd op woensdag en ze hebben gekookt bij ons thuis. Dus ideaal. Het is nu 6:10, dus we kunnen heerlijk aanschuiven zo meteen. En we gaan, hoe heet het ook alweer? Jambalaya ofzo? Jambalaya gaan we eten. Jambalaya? Jambalaya, dat is rijst met kip en gamba's en groenten. En toen was het tijd om carnavalsinkoop te gaan doen. Het is vandaag donderdag, over 2 dagen begint carnaval. En ik heb nog geen pak. Dus vanochtend de hele ochtend gewerkt. Nu heb ik pauze eventjes. En dacht ik, nou weet je, ik ga gewoon even lekker naar een carnavalswinkel. Ik heb net geparkeerd. Kijken wat ze allemaal hebben. Ik wil nog confetti hebben voor Ramos. En voor hem gewoon wat leuke dingen. Want hij gaat ook mee carnavallen natuurlijk. Dus ik ga op zoek naar een pak dat niet te koud is. Verder heb ik nog geen idee. Ik ben natuurlijk weer super laat. Dus ik hoop dat ze nog genoeg hebben en niet de helft weg is. Kijk hoe leuk dit is. Maar dit is dus echt veel te koud. Mijn rood kapje. Zo leuk. Oké, ik heb een aantal pakjes gevonden. En ik ben al aan het passen. Dit is de eerste. Het is een soort van konijn, maar hij is een beetje strak. Zo, kijk eens wat voor mooi pakje ik heb gevonden. Dit gaat het worden. Het is een soort van konijnenpakje. Met zo'n staartje hier. En hier kan ik dan lekker een broek onder en een shirt. En dan hoef ik dus waarschijnlijk geen jas aan, denk ik. Maar ik ga het van de week even goed laten zien. Als we echt gaan carnavallen. En dan heb ik deze pruik gekocht. Groen met blauw. Heel leuk. En dit is voor Ramos. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En Ramos, de directeur hier, en ik, wij zijn even aan het zoeken in onze... op onze zolder naar carnavalspullen. Wat we allemaal nog hebben van de afgelopen jaren. Ramos heeft al een mooie bril gevonden. Laat maar zien. Hoe knap. Kijk. Wauw. En een tas van mama die mama altijd aandoet met de omdoet met de carnaval. Dus die mag ook in de ton. Ik kon die zo aandoen. Oh, oké. Okay. God, wat ben je toch knap zo, jongen. Een muts, die hebben we niet nodig. Handschoenen. Die hebben we wel nodig.
wij die hebben. Ja. Het eerste jaar dat Ramos echt mee gaat carnavallen, want vorig jaar zijn we alleen op zijn kinderdagverblijf geweest. Toen was ik zwanger, dus kon ik niet echt gaan. En het jaar daarvoor, toen was hij, hoe oud was hij toen? 1. Dus dan heeft een kind daar nog niks aan. Maar nu is hij 3, gaat hij lekker mee, dus dat is wel echt heel leuk. Oh kijk, deze hebben we ook nog. Ik had die. Heren jongens, ik heb net als ongeveer elke week, heb ik op vrijdag weer een soepje gemaakt met zo ongeveer alle groenten die ik in huis had. Dus die ga ik hier lekker op de bank opeten. Zo, nog even een paar boterhammen erbij smeren. En dan ga ik lekker chillen. Want Ramos die mocht vanmiddag bij zijn tante eventjes gaan spelen. Dus ik ben alleen met de lunch. Bob en Charlie liggen net te bed. Ed is werken. Helemaal chill. Kim die gaat heerlijk met haar eigen op de bank zitten. En dan op mijn gemakje eten. En deze dametjes hebben echt heel lang geslapen. Gewoon echt 2,5 uur. En toen ze echt nooit meer. Dus lekker. Ik heb ze net eventjes lekker samengelegd. Want ze slapen natuurlijk apart, dat weten jullie. Nu zijn ze even aan het spelen. Ze zijn nog steeds niet lekker. Ze zijn nog steeds super verkouden en dikke ogen. En overal snot en niet fit. Maar het gaat in ieder geval wel weer beter dan het van de week was, gelukkig. Want ze hadden echt zulke hoge koorts. Hey Charlie, ben je blij? Ik heb ondertussen mezelf lekker een beetje gefascineerd. Lenzen ingedaan. Ik heb mijn haar even gewoon fatsoenlijk gedaan. Nu ga ik de tas van Bobby en Charlie inpakken. Want zij gaan morgen logeren bij mijn ouders. Omdat het carnaval is. Maar vrienden van Ed zijn hier morgen om 12 uur 's ochtends al. En dan gaan we eerst lunchen. Iedereen helemaal carnaval klaarmaken. En dan gaan we met de bus naar Tilburg. Dus ik dacht, als ik nu dan alvast alle slaapspullen voor de kindjes alle 3 in ga pakken, dan heb ik dat morgen gedaan. Of heb ik dat alvast voor morgen gedaan. Vind ik wel lekker handig. Ah! 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 Oké, rompetjes. 1, 2, 3 en 4. 4 stuks. Kijk, Mayo. Voor die. Voor deze dame. Dit setje. En die. Oké, even opvouwen. Oké, wat ik nu heb is dit tasje. Dit geef ik altijd mee als ze een nachtje weggaan. Hier is het gewoon alles in voor babytjes, wat ze nodig hebben. Paracetamol, dit voor het neusje uit te doen, neusspray, thermometer, crampjes, dat soort dingen. Alles in dit tasje. Dan heb ik 4 rompertjes. Ik heb hier 2 blauwe shirtjes, 2 sokken en 2 broekjes. Dan heb ik hier 2 van deze spijkerjurkjes, deze. En heb ik dan voor ieder een ander maillotje bij. En dan moet ik nog even, nu ik het zo zie, even een pyjamasje meegeven. Even kijken, wat gaan we doen? Gewoon deze pyjama en deze pyjama. Dan hebben ze ieder een pyjamatje, hebben ze dan mee. Die kunnen ze eventueel 's nachts nog aandoen. En dan weet ik zeker dat ik genoeg schone kleren meegeef voor ze. Ik heb pampers mee. Mijn moeder heeft vaak zelf ook al wel pampers. Maar ik vind deze altijd heel erg fijn voor de nacht. Dus deze geef ik gewoon lekker een heel pak mee. Ik heb er al een paar uitgebruikt. Grappig is dat bij baby's als je erbij gaat zitten. En als je echt letterlijk gewoon voor hun neus bent, dan is het goed. Maar zo gauw je 1 stap naar de zijkant toe, dan gaan ze gewoon huilen. Hé schatje? Ja. Hier ligt Charlie. Hi. Oh kijk, hij schat, als je niet valt. Ik wilde nog vertellen over de pampers. Want ik gebruik dus voor de nacht, sowieso voor overdag zijn ze ook fijn. Maar ik vind ze voor de nacht echt een aanrader. Pampers Baby Dry. En deze biedt dus tot ongeveer 12 uur bescherming. Wil jij ook meekijken? Ja. Weet je, Bobby en Charlie die slapen in principe, als ze dus niet verkouden zijn, slapen ze dus door. En het ergste wat je kan hebben is als je baby doorslaapt, maar dat ze dus wakker wordt, of hij. Omdat ze een natte broek hebben, omdat de luier niet goed aansluit. Dus dit is misschien nog wel een tip voor je, Pampers Baby Dry. En deze zijn gewoon lekker zacht, zijn gewoon, ik vind ze altijd leuk door de opdruk ook. Nou, kom er maar eens aan. Kleine snoezie. Wow. Ja, dan gaan we lekker naar beneden en dan gaan we lekker fruit eten. Wat ik verder trouwens altijd nog mee geef, zijn natuurlijk altijd de slaapzakjes. En de voeding en de flesjes en de speentjes. Maar die kan ik natuurlijk nu nog niet inpakken. Dus dat komt later. Maar dit heb ik dan vast, hè? Ja, lekker voorbereidend is je moeder, hè? Goed, hè? Het is inmiddels het einde van de middag. Ik ben even met mijn ouders op de koffie geweest. Lekker met Ramos erbij. En nu ben ik eten aan het maken.
maak heerlijke wrap. Ik zal het even laten zien aan jullie. We hebben boontjes, we hebben mais, een rode ui, we hebben kidneybonen. Er zit in paprika. Is er nog meer in? Ja, dat was het wel zo'n beetje volgens mij. We hebben balletjes erbij. En dan is dit het eindresultaat. Lekker, eet smakelijk jongens. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En het is tijd om te gaan carnavallen zoals je ziet. Ik heb mijn bruik alvast opgedaan. Dit ga ik nog even bijknippen denk ik, want het is te lang. Het komt elke keer voor mijn ogen. Maar ik heb wel lekker lang, groen, krullend, sexy haar. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ik heb mijn pakje aan. Ik zal hem even goed in de spiegel laten zien trouwens. Kijk, dit is die geworden. Ik ben dus niet echt verkleed als iets. Hoewel dit eigenlijk een soort van konijnenpak is met dit staartje zo. Maar nou, ik vind het wel gewoon leuk. Pruikje erbij en ik heb straks nog carnavalschoenen aan die ik altijd aan heb en mijn tasje. Ik heb er een zwarte broek onder aan gedaan voor de kou en ik heb er, ga straks nog een shirt onder aan doen denk ik. Maar ja, ik ben er dus helemaal klaar voor. Ik maak nog heel even een hapje voor Bobby en Charlie. Die kunnen ze nog even eten en dan komt mijn moeder ze ophalen. Rames gaat natuurlijk gezellig met ons mee. En de vrienden van Etty komen straks hierheen. En we hebben dan met mijn vriendinnen en met een vriendengroep afgesproken op station in Tilburg. Dus we zijn lekker weer met een hele groep compleet straks. Ik heb er echt zoveel zin in. Echt helemaal leuk. Zo, heb je er zin in? Zeker. Hij zit in de bus. Het is een scheetzak geworden. Oh, je hebt je dingen helemaal niet compleet. Hij ziet er echt heel leuk uit. Hij zit in de bus, Ramos is er ook bij. Hij zit met Ruben, een vriend van ons. En dan gaan we dan, hè? Op naar Kruikenstad. Zo, wij hebben Ramos hebben we weer op laten halen door mijn ouders. En nu hebben wij stiekem samen lekker een bakje koffie gehaald. En gaan we weer terug om biertjes te drinken en te feesten. Zo, en toen was het de dag erna ineens. Het lijkt me zo'n spook. Oh jongens. Vroeger ging ik gewoon echt 5 dagen carnavallen. En had ik dag 6 nog steeds zin om te gaan. Nu voel ik me echt na 1 dag carnavallen. We waren trouwens wel lang geweest, want we waren om 1:30 thuis weggegaan en ik was om 10:15 of zo thuis, 11:30. Dus we waren best nog lang geweest. En nu ben ik echt, zoals je kan zien. Maar goed, ik ga lekker naar beneden even koffie drinken. Er zijn hier een paar jongens blijven slapen, vrienden van Ed. En ja, eerst koffie. En was het leuk? Heb jij ook een beetje carnaval gehad bij opa en oma? Hé? Ja. En jij? Ja. Ben je blij dat je weer thuis bent? Ben je blij dat je weer thuis bent? Zo, wij zijn even ons brakke huis uitgegaan en gaan even samen naar de Action. Kom maar, handje. Ramos en ik. We gaan even knutselspullen kopen. En gewoon even gezellig vreubelen, lekker kijken daar. Ja. Nou, we hebben in ieder geval al leuke papiertjes gevonden in verschillende kleuren. Dus die nemen we alvast mee. Oh ja, en wasmiddel inderdaad. Die had ik nog nodig. Nou, wij zijn door van de Action naar de Albert Heijn. We gaan even wat boodschapjes doen, hè, jongen, voor vanavond. Ja, ik kom eraan. Oké, wat gaan we nu doen? En we hebben nog wat bananen nodig. Kies, alsjeblieft, doe er maar in. Goed zo, jongen. Nee, die kunnen we niet nu openmaken. Ramos die onze hagelslag is op, dus Ramos mocht hagelslag kiezen. Alsjeblieft, doe deze maar erin. Hij heeft hagelslag gekozen met krokodillen, hè, jongen. Nou, gaan we weer verder. En ik geloof dat ik niet de enige ben die nog zin heeft in carnaval vandaag. We zijn gewoon thuis, maar eigenlijk wil ik toch nog eigenlijk wel heel graag gaan. Ik vind het toch te kriebelen. Hiernaast ook. Er komt een meisje in de keuken ingekropen, hè? Getijgerd. Ben je helemaal hier naartoe gekomen, Charlie? De kindjes gaan vanavond spaghetti eten, dus ik ga alvast de saus maken. En ik doe dat wel vaker, dan maak ik voor Bobby en Charlie en voor Ramos dezelfde spaghetti saus. Zodat zij dat allemaal kunnen eten. En hij is heel simpel, dus misschien ook wel een aanrader voor jullie kindjes. Ik gebruik altijd de tomaten die ik gewoon nog in huis heb. Dit keer zijn dat deze
en deze. Dan heb ik worteltjes erbij, winterbenen en heb ik nog een paprika. Dit ga ik gewoon allemaal wassen. Dit ga ik schillen, snijden. En dan ga ik het in deze pan even aanbakken. Water toevoegen, laten pruttelen en dan eventueel nog een beetje pureren. Of niet eventueel, maar gewoon sowieso pureren. En dan is de pasta saus al klaar. Zo, dat is gemaakt. Alles is door elkaar gesneden. En dan ga ik dit heel even bakken en dan het water erbij. Ramos is ondertussen alles door elkaar aan het roeren. De saus voor de spaghetti is klaar. Ziet er zo uit. Inmiddels heb ik ook even lekker een salade gemaakt. Want Ed en ik gaan pizza eten. Gaan we deze salade bij maken. En heb ik meteen een gedeelte eruit gehaald dat ik morgen mee kan nemen naar mijn werk. Dus dan kan ik die lekker bij de lunch eten. Ook deze is echt vrij basic. Het is spinazie, die hadden we nog. En gewoon lekker cherry tomaatjes, komkommer, nootjes, cashewnoten en paprika. Goedemorgen, vandaag is het maandag. En ik ben helemaal aangekleed, ik ga vandaag werken. Ramos is helemaal aangekleed, die ga ik zo meteen naar het kinderdagverblijf brengen. En die is lekker nog even met Bobby en Charlie aan het spelen. Eén dame hier. En één dame daar heb ik. Oh, en Ed in zijn badjas is alles op aan het ruimen boven. Dan gaan we eerst even naar de vriezer. Die hebben wij in de schuur staan. Ga ik even wat avocado en blauwe bessen halen. Zodat ik die in mijn shake kan doen. Dat is echt mijn favoriete nieuwe shake van dit moment. Ik zal hem zo even aan jullie laten zien. Zo. Deze heb ik dan nodig. Stukjes avocado. Ik heb nodig blauwe bessen. En ik heb hier spinazie. Gewoon ingevroren en dat dan lekker allemaal door elkaar samen met banaan en amandelmelk. Ik zal jullie even snel nog laten zien hoe het eruit ziet. Als ik dit open krijg. Zo dus. En het is echt ideaal om mee te nemen. Dus eten we dan lekker in de auto. Oh jongens, ik haat mezelf. Het is zo irritant. Ik ben gewoon de oplader van mijn laptop vergeten. Net Ramos had ik in het dagverblijf gebracht. Zit ik nu net op kantoor, koffie gezet of een theetje gezet. Even wat dingen op Instagram gedaan. Ga ik mijn laptop openen, zie ik dat die leeg is. Zie ik daarna dat dat ding dus niet in mijn tas zit. Heel irritant, vooral vandaag. Want ik heb een kortere werkdag, want ik moet vanmiddag naar de psycholoog. Ga ik jullie straks al even over bijpraten als ik ben geweest. Een soort van update daarover geven. Dus het is al een korte werkdag en dan ben ik ook nog gewoon dit vergeten, waardoor het allemaal nog langer duurt. Maar goed, breathe in, breathe out. Het is niet anders. Het zijn ergere dingen natuurlijk. Maar het is wel irritant. Ik heb zo de hele dag keihard doorgewerkt. En ik ben maar aan het gaan de hele dag. Want wat ik al zei, anders krijg ik het gewoon niet af. En ik heb het eigenlijk ook niet af. Maar ik moet nu wel weg. Nou, ik ga jullie toch nog even bijkletsen hoor. Laatste tijd best wel wat vragen over gekregen. En niet heel veel meer over gedeeld. Voor degene die denkt, waar heb je het over? Nou, om een heel lang verhaal kort te maken. Ik ben natuurlijk bijna een jaar geleden ben ik met 30 weken bevallen van Bobby en Charlie. Dat is best wel een extreme vroeggeboorte. Ze waren nog heel klein, ze waren nog niet rijp en best wel kwetsbaar. En dat laat diepe sporen na natuurlijk hè, bij de ouders. En dus ook bij mij. En op een gegeven moment dacht ik, hé, ik wil daar graag over praten met iemand. Want ik merk dat als ik dat niet doe, dat het toch een soort van naar de achtergrond verdwijnt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want het is wel echt iets heel ingrijpends. En het brengt echt allerlei gevoelens en onzekerheden en verdriet met zich mee, zo'n periode. Dus toen heb ik de stap genomen om naar een psycholoog te gaan. Met het idee dat ik dus met haar gewoon het hele proces wilde doornemen. En wilde vertellen hoe ik me voelde. En wilde vertellen wat mijn verdrietige momenten waren. En dat heb ik gedaan en ik ben daar echt heel erg blij om. Het is heel goed, denk ik, voor mij in ieder geval. En ik denk voor iedereen wel. Om te praten over hetgeen wat je meemaakt of wat je dwars zit of verdriet doet. En ik merk dat het mij toch wel enigszins heeft opgelucht. En dat het me toch wel heeft geholpen met het verwerken van alles. Dus wat dat betreft alleen maar positief. En ik krijg wel eens ook vaker berichtjes van jullie. Van ik ben ook veel vroeg bevallen. Of mijn kindje heeft ook heel lang in het ziekenhuis gelegen. Is mijn advies of wens naar jou toe eigenlijk alleen maar van. Zorg ervoor dat je gewoon, als je er behoefte aan hebt, eens een keer met iemand over praat. Maar je stopt het op deze manier in ieder geval niet weg. En dat is denk ik wel gewoon heel erg goed voor nu. Maar ook voor de toekomst. En dat gezegd hebben, dan ga ik lekker de vlog afsluiten. Doe een duimpje omhoog hè, als je het leuk vond. Even heel snel linksbovenin klikken. Abonneer ook op het kanaal van mij. En dan zie ik jullie volgende week weer met een nieuwe gezellige verse week vlog. Doei!